deze fanart is zo awesome. Echt, ik denk wat ik wel eens te ooit. Oh my god, maar is altijd je bent awesome. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben hier, Zeepie, Zelda Player 20, ZP to the 20, hoe dat ook allemaal heet. Ik heb zoveel namen ondertussen, ik weet het allemaal niet meer. In de vorige aflevering zijn wij langs de Gorons gegaan en zijn we in de Dongo's Cave Run alvast een beetje geweest. Hebben we een beetje de, volgens mij die kant hebben we al geëxploord. En gaan we in deze aflevering gaan we, nou, wacht eventjes. Nee, volgens mij was die deur dicht. En zijn we daar uitgekomen, hebben we daar de switch? Ja, we moeten naar die deur. Oké, we moeten links. Dus dat wordt linkse soep. Oké, die was heel erg slecht. Oh boy. Jij staat beneden toch? Jij staat naar beneden. Oké. Ik loop gewoon door de lava heen en doe me maar een kwartje schade. Echt serieus, doe maar een kwart hartje schade. Waarom maak ik me zorgen om een beetje lava? Ik bedoel, serieus. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen jongens, jullie comments zijn geweldig. Meeste ervan. Dat zeg ik er heel eventjes bij, want er zitten natuurlijk een paar comments bij waarvan ik denk van, ja. Soms krijg ik nog wel eens een paar, zeg maar, comments van Minecraft. Iedereen weet dat ondertussen een tijd gaat duren, dus alsjeblieft stop vragen met Minecraft. Dan ben ik al een heel erg blij konijntje. Maar ja, het probleem is, zeg maar, dat moet allemaal heel goed gepland gaan worden. En er zijn weer een paar evenementen waar ik dus, zeg maar, weer bij moet zijn. En ja... Het nadeel is, er zit echt heel erg veel tijd in. Net zoals dat deze aflevering nou heel erg laat geüpload is. Voor de mensen die dit later kijken, die hebben geen flauw idee waar ik over praat. Maar deze aflevering is dus ook enorm laat weer geüpload. En dat heeft zeg maar een reden. By the way, nieuwe vijand hier. De Stijlvos. Dat zijn deze standbeelden zeg maar die stil gaan staan. Wat je wil doen? Dus je doet hem gewoon even wakker. Oh, hij ontploft daar niet door. What the hell? Ik raakte jou. De enige manier om een Stijlvos te verslaan... is om een bom op hem te leggen. Kijk zo. En als hij er dan op springt, dan gaat hij dood. Dan gaat hij hartstikke kapot. Dus nee, maar hou daar wel een beetje rekening mee. Overigens, tot even dit moment. Heel erg bedankt. Dus, net zoals dat deze aflevering laat is... mijn excuus daarvoor is... Zelda Player bent gewoon enorm lui! Nee, dat valt ook wel weer mee. We hebben de compass te pakken. Maar de reden waarom dus... nou, zoals jullie weten, zomertijd is net ingegaan. En dat, ja, ik ben sowieso ben ik een Nightwalker. Ik ben gast die dus zeg maar heel erg laat elke keer zeg maar nog weer. Omdat ik heb dat CP20 kanaal en daar zit tijdzones en alles in. En dan soms wil je opnemen, soms wil je dat ook nog bewerken. En soms dan heb ik nog wel eens nachten tot het gewoon 4 uur en 5 uur s'nachts gaat worden. Voordat ik eindelijk klaar ben en voordat ik pas eigenlijk naar mijn bed wil gaan. Dus dat is best wel vervelend. Nou, met die zomertijd ingegaan te zijn... heb ik dus zeg maar een heel groot probleem dat ik dus helemaal zeg maar van mijn padje af ben en gewoon niet in slaap kan komen. En dan val ik een keer in slaap en dan in één keer word ik wakker rond een uur of twee en dan moet ik nog opnemen. En dan help paniek en dan moet ik nog alles gaan bewerken voor diezelfde dag. Dus zo zit het een beetje in elkaar. Mijn excuses daarvoor jongens, dus hopelijk hebben jullie nog een beetje begrippen. Hopelijk hebben jullie ook een heel erg leuk weekend gehad. Ik weet het is een beetje winderig geweest. En oh, dan gaan we dan weer met Piet Paulusman met het weerbericht. Nee, sorry. Piet, ik hou je er buiten. Dus ZP met het weerbericht. Ja, het is nogal winderig geworden vandaag. En de blaadjes groeien, maar blazen er gelijk af. We hebben de klonk iets te ver vooruit gezet tot we weer gelijk in de herfst zijn aangekomen. Oké, die grap moest heel eventjes. Dus ja, ik loop hier heel eventjes. We hebben nou een kompas gevonden. Heel erg leuk om ook te weten is dat als je dit spinnetje hier even killt... dat je dan daar een golden skulltje kan killen. Hartstikke handig om dat gelijk te weten. En op deze manier kunnen wij heel erg makkelijk... die golden skull te laten pakken krijgen. Dus, ja, daar ben ik eigenlijk heel erg blij om, dankjewel. Oh, oh. Dus, ja. Nou, en deze dungeon vind ik dus zeg maar het allerbelangrijkste om dus te doen, is, ja, deze dungeon en deze aflevering gewoon helemaal compleet te maken. Dus, ik hoop hier best wel een beetje wat sneller doorheen te lopen. Flying keys, firing keys. Heel verschrikkelijk. Zeritans. Gebruik een vuuraanval. Sinds wanneer zijn jullie vuurpokémon? Oké, nou. Als ik niet verkeerd is, ben jij gewoon een standbeeld? Ja, jij bent gewoon een standbeeld. Die anderen zijn echt de Stijlvos, dus daar wil je vooruit kijken. Ja, ik weet het, er liggen de seeds, die knipperen kan mij het. Echt, dat maakt mij toch helemaal niks uit. Maar wat we moeten doen is, we moeten hier eventjes deze schakelaar even indrukken om dus naar de volgende kamer te kunnen gaan. Maar goed. Dus, ja, we hebben nog steeds niet de dungeon item. Ik bedoel, we hebben de map en we hebben de compass, maar we hebben nog niet de dungeon item, wat eigenlijk best wel vervelend is. Maar daar komen we wel, dus, aangezien dat we nou bij de tweede brug zijn aangekomen, of de eerste brug? Dit is de eerste brug. Oké. Was ik er niet? Oh! Oh, eventjes trouwens een hele snelle waarschuwing. Op het moment dat je hier bent,
gebruik hier geen Deku Shield. Op het moment dat je een Deku Shield gebruikt en je wordt geraakt door een vuuraanval, dan verbrand je Deku Shield en is je Deku Shield kapot. En geloof me, je Deku Shield kan nog handig zijn later in het spel. Dus die wil je niet kwijtraken. Oké, nou, we gaan even over de brug met een gat erin. Echt, wie heeft dit ontworpen? Als het de Gorons zijn, dan snap ik waarom dat zo erg valt en waarom dat monsters het over hebben genomen omdat niemand hier fatsoenlijk doorheen kan lopen. Ik bedoel, serieus! Wie is de architect hier? Oké, nou. Oh ja, dit gebeuren. Daar zie je dus zeg maar een paar van die wall sliders van de oorspronkelijke Legend of Zelda 1. En nou in 3D! Ah nee, niet weer die pingrap. Ah. Maar goed, die zien we dus zeg maar hier. En dan vertelt Navi hier van, je weet nooit wat er in deze kleine hoekjes gaat zitten. Zo, Navi, wat klinkt jij in één keer zagrijnig? Je weet nooit wat in deze kleine hoekjes kan zitten. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat je heel goed met je knopjes gaat kijken. En dat je dus om de hoeken gaat kijken wat er daar te vinden is. Ik gebruik deze techniek nooit. Waarom? Ik weet dat ze er zitten. En raken ze hier, dan doen ze maar een kwart schade in plaats van een hartje schade wat ze in de oorspronkelijke Zelda deden. Maar dat maakt niet uit. Goed. Qua damage output moet ik heel eerlijk zeggen dat ze de Zelda een beetje te makkelijk hebben gemaakt. Dus ik bedoel, als je dus nou op dit punt, we zitten nou op dit punt dat we dus zeg maar iets van 6 hartjes hebben. En ik heb niet echt hier dat ik bang ben om te weinig hartjes, dat ik dus zeg maar te weinig hartjes zou gaan vinden. Daar ben ik eigenlijk nooit bang voor in dit spel, want health, ik weet bij Master Quest dat je dan dubbel de hartjes zeg maar, dubbele schade neemt. Maar ja, ik vond eigenlijk wel hoe verder dat je in het spel kon komen tot de damage output zeg maar wel een beetje wat hoger mocht zijn. Om een beetje meer een uitdaging te geven. Ik bedoel, de 2D Zelda spellen die hebben dus zeg maar... gooi hem! Te vroeg. Ja, maar de 2D Zelda games die hebben dus zeg maar een hele enorme damage output. En in de eerste Zelda had je maar 16 hartjes. Dus ja. Oké, nou even wachten. Hij knippert. Go! Dat was weer te laat. Oh, ik haat deze bomtrow zo erg. Wat je daar dus zeg maar ziet, die muur die we daar op moeten blazen. Ja, dan wil je dus zeg maar op een hele goede timing wil je daar je bom naartoe gooien. Nou, en 3 keer. Hij knipt snel. Weer te laat met de... Zeepie, je bent echt stomme bommen. Dat verdient een bommetje. Een bommetje. Boom. Kijk, hier, zo moeilijk is het niet. Oké, nou dat is de deur die we naartoe moeten. En wat ik normaal gesproken altijd doe, is uitsloverieten en gewoon naar die ladder springen. Kijk, in één keer. Ik hou van uitsloverieten. Oké, nou hier hebben we de Circle of Fire. Het enige wat we hierover te doen is dat op je switch daarboven raken. Dus een hele makkelijke puzzel. Maar ja, vergeet niet, het is pas de tweede dungeon. Dus moet er alles erg een beetje makkelijk blijven. En in deze gang verwacht ik iets. Ja hoor. Nou, weet je wat? We zoeken het uit. Ik bedoel, er is geen nut om deze vijanden eigenlijk te verslaan. Ik bedoel, ja, ze zijn er. Je kunt er misschien wat ropies van pakken. Ropies. Ropies. That's going to be the new thing in the Legend of Zelda. I don't know what. Nee, maar over de Legend of Zelda, nieuwe Legend of Zelda gesproken. Er is zeg maar een update geweest. En hier hebben we Lizard Doodles. Tuurlijk! Ik doe heel eventjes mijn guard op en dan sla je. Ja, dat gemeent gemeen. Ja, ren maar weg. Maar even over de nieuwe Zelda. Voor de mensen die zich afvragen wanneer dat nieuwe Zelda uit gaat komen. Er is een bericht geweest van de makers. En die zeiden dat ze liever focussen zeg maar, op de gameplay en de nieuwe dingen en de ideeën. Tot het echt de beste Zelda ooit gaat worden. Tenminste, dat zijn ze van plan. En wat ze dus willen gaan doen is, ze willen dus zeg maar, niet aan een tijdlimiet vastgebonden zitten. Dus er is een hele grote kans dat het spel namelijk nog niet uit gaat komen. Ik val hier in de lava. Er is een hele grote kans zeg maar, dat het spel nog niet uit gaat komen in 2015. Wat eigenlijk best wel jammer is. Dus ja, kun je even... Dude, kun je heel even hier komen? Volgens mij heb jij weer één klap meer. Kom eens hier. Kom hier. Ik vind het lief als ze luisteren naar mij. Oké, sterf. Nee hoor, jij kan weer één klap meer hebben. Ik. Oké. Nou, dat was eventjes weer een battle. Ik moet wel zeggen, er is één gevecht geweest waar dat ik eigenlijk best wel veel schade mee nam. En dat is eigenlijk zeg maar, bij de toekomstige bazen die nog gaan komen. Niet de toekomstige ik, maar de toekomstige bazen. Dus trouwens nog bedankt voor de leuke reacties die ik had gekregen toen ik die grap had gemaakt met de toekomstige ik en Ocarina. En ik heb er best op geoefend. Daardoor ging het... Het eerste, dat klonk echt zo vals als het zijn kan. Mijn eerste idee toen ik dat deed... had ik dus zeg maar echt dat ik gewoon voor mijn microfoon ging zitten en tijdens dat deed zonder facecam en alles. En later dacht ik bij me eigenlijk dat het wat leuker zou zijn om gewoon echt een facecam te pakken. En gewoon voor die facecam zeg maar zo mijn liedje te fluiten. Dus, maar goed,
Eindelijk hebben we hier de dungeon item en dat is... BOMS! Dat verdient een bommetje, een bommetje. Echt, ik vind het wel fijn dat je gewoon echt hier een bombag vindt met al gelijk 20 bommen erin. Dat is echt gewoon heel erg fijn. Je kunt daar die potten breken, maar echt, volgens mij is dat nog niet eens iets boeiends. Dat is alleen maar rupees, dus Oké, nou. En wat hebben we hier? Een andere shortcut. Wat leuk. Nou, we zitten pas 10 minuten in deze aflevering. Of zoals ik vroeger zei, 10 afleveringen in deze minuut. Dus, ja, we hebben niet echt... Ik heb de ocarina niet echt nodig, dus ik denk dat ik de bommetjes wel kan pakken. Dus, nou zijn we niet meer afhankelijk van bomflowers. Dan kunnen we dus alles bombarderen wat we maar willen. Wat weer een paar sidequests opent, zeg maar, later. Nou, wat we hier moeten doen, dit heeft me eigenlijk een beetje vast... Ik ben een keertje vastgelopen in de eerste keer toen ik het spel speelde. Wat je moet doen is, zeg maar, je moet hier bommen droppen in de ogen van dit skeletje hier. In deze grote skullhoofd. En dit is smart. Eerste bom die we gebruiken. Ik verbras hem gelijk. Want normaal gesproken ga ik hier echt op de ledge staan. En dan doe ik dit. Dan doe ik dit. En dan valt hij recht in het oog. Boom. Nou, de eerste die is open. Wat eigenlijk best wel grappig is, is dat de eerste map, zeg maar, van Ganon's Tower, van The Legend of Zelda 1. Dat was eigenlijk een beetje Ganon's gezicht. En dat doet deze me een beetje aan denken. Dus oké, heel erg voorzichtig. Heb ik hem? Nee. Pak hem op, pak hem op, pak. Oké, ga maar weg, ga maar weg. Nee, niet vallen. Weet je wat? F it. Ik ga het niet moeilijk doen. Ik spring gewoon hier in het oog. Ik pak gewoon een bom, ik pleur hem gewoon hier neer en ik ren niet weg. Ik ren niet weg. Explosies! Yay! Nou, dan is eindelijk de nieuwe weg geopend en dan zijn we dus eindelijk dicht bij de baas aangekomen. We zitten pas 12 minuten bijna. Dus ik denk dat we deze dungeon wel kunnen completen gewoon, inclusief Final Boss. In deze dungeon. Dus op zich is het best wel makkelijk. Oké, nou. Oh, trouwens, voor de fun of entertainment. Ik ben niet van plan om een fairy in een bottle te gaan doen. Ik bedoel, ik wil wel een beetje een challenge houden. Tot het wel een beetje spannend kan worden. Dus fairies in een bottle, daar ga ik niet aan beginnen. Speciaal voor jullie. Speciaal voor jullie. Jongens, speciaal. En meisjes, speciaal voor jullie. Geen fairy in een bottle. Voor de mensen die niet bekend zijn met het spel. Ja, ik heb een paar mensen zeg maar in de reacties gehad die niet bekend zijn met het spel. Een fairy in a bottle op het moment dat je geen health meer hebt. Dus dat je echt al je hartjes zijn depleted. Dankjewel, Vie. Dan krijg je dus normaal gesproken het game over venstertje. Tenzij dat je een fairy in a bottle hebt. Dan krijg je automatisch zeg maar tot de fairy eruit komt en die herstelt. Volgens mij al je hartjes in dit spel. Dus het is een behoorlijk overpowered item. Dat zeker. Oké, nou, normaal gesproken, je kunt hier gewoon zeg maar zo daar al in. Maar wat ik normaal gesproken doe is altijd hier omhoog klimmen. Ik weet niet waarom, maar ik deed dit altijd. Oh, wacht eens even. Er zit hier een... Zit daar een golden scultula? Als hier een golden scultula zit... Ik bedoel, zoals ik al zei... Normaal gesproken hou ik me niet echt altijd bezig met alle golden scultula's. Omdat ik er maar 50 nodig heb. Maar misschien zat er hier één. Alleen ik weet niet zeker of ik die kan pakken. Ja, er zit er hier één en die kunnen we gewoon pakken. Ga dood. En als jij tot leven komt, dan boeit me eigenlijk helemaal niks. Ah, ik heb tot leven, boeit me niet. Oké, nou, golden scultula die ik eigenlijk nooit gepakt heb. Nou ja, dus hier zitten we op de 50. Oh ja, dat is de reden waarom dat ik daar omhoog klom. Normaal gesproken, de puzzel zegt eigenlijk dat je dus zeg maar die steen daar naartoe moet duwen. Dan moet je deze hier overheen duwen, zodat je daar zeg maar... naartoe kan komen. Ik doe dit altijd veel makkelijker. Ik klim hier altijd zo overheen. Hè. Dus in plaats van heel deze puzzel te gaan doen. En dus zeg maar iets van 5 minuten hier aan te verspelen. Doe ik altijd gewoon dit. Dat is een stuk makkelijker. Nou, in een van deze potten zit een veetje. En zoals ik al zei, we gaan dus zeg maar niet veetjes pakken. Hier, laat een veetje lekker zitten. Wat we gaan doen is, we gaan gewoon verder en we negeren dat feetje gewoon totaal. Ik lijkt me wel het makkelijkste. Dus, maar ja, voor de mensen die dus zeg maar niet, ja, die een beetje zeg maar op health of life insurance willen hebben, daar zit een feetje. Oké, nou hier hebben we een steen die we dus zeg maar nodig hebben om daar in dat middelplateau te douwen, om dus zeg maar de deur naar de final boss te openen. Dus daarom nam ik de detour. Ik heb dat totaal niet uitgelegd. Stoute zeepie. Steepie, ga je mond wassen met wacht even. Zeg ik nou Stepie? Oh, fijn.
Al mijn vrienden die deze video gaan zien, die gaan me nou Stepie noemen. Nee! Waarom is de wereld zo gemeen? Oké. Ik heb een beetje last van mijn voice krijgen. Wil je dat alsjeblieft niet doen, je afgekeurde sleutelbeest? Ik bedoel, serieus, waarom heet ze Keys? Ik bedoel, hoe gaan we dan de vleermuizen noemen? Of hoe gaan we dan de sleutels noemen? Vleermuizen? Zoiets? Nee, veel. Grap van de ene, je weet het. Maakt niet uit. Lekker belangrijk. Oké, nou. Dit gaat daarin. Nou, de baas die we hier moeten verslaan is relatief behoorlijk makkelijk. Deze is echt een van de makkelijkste bazen. Dus ik persoonlijk vind het geen uitdaging. Nou, wat ik normaal gesproken doe is hier eventjes een bommetje plaatsen. Dan maak ik hier het kistje open, want er zitten bommen in. Dat is de truc. Dus dan hebben we gewoon maximale aantal bommen en dan kunnen we hier gewoon naar beneden. Hier hoef je niet bang te zijn voor fall damage. Want je komt automatisch een cutscene. En dat kleine gele draakje wat we zagen in The Legend of Zelda 1 in 2D versie is hier. Tam tam tam, dramatic tension. Oh crap. King Dodongo Dodongo Dodongo. Weet je, dodo's zijn uitgestorven voor een reden. En die reden ga jij nou ook ontvangen. Als hij dus gaat gapen, dan wil je eigenlijk een vuuraanval doen. En wat jij dan eigenlijk simpel wil doen, is gewoon een bom naar hem toe gooien. En hem dan raken met een jumpaanval. Dan wil je hier in de hoek gaan staan, even je schild opdoen, zodat hij je niet kan raken. En dan ga je gewoon weer achter hem staan. En dit hoef je volgens mij maar 2-3 keer te doen. Dus hou je bommetje klaar. Gapen. Dank je. Oh, dat was echt net op tijd. Ik hou ervan als mijn vijanden naar me luisteren. Oké, dat is 2. Je wil echt een jump aanval doen, want je kunt hem maar 1 keer raken per keer. Dus, ja, en als je een jump aanval doet, zoals ik al heb uitgelegd, dan doe je dubbel schade. Dus dat wil je zeker doen. Oké, nou. Doe jij eens even gapen, want dit gevecht is slaapverwekkend. Dankjewel, ik had eigenlijk best wel honger. Boom! Chaka! 3 keer. Wauw. Wat was jij gevaar? In de oorspronkelijke Legend of Zelda hoef je maar 1 bom te geven, of 2 bommen te geven en dan is hij ook al dood. Dan is het gewoon boom boom klaar. En dan is hij zo duizelig dat hij zich eigenlijk gewoon denkt van... Ik ken de lauw. Wacht even, dat was niet zo'n slim idee. Ik heb trouwens mensen gezien die ze zeg maar een 3 hard doen. Dat is zeker wel een uitdaging. Ik bedoel dat je maar 3 hartjes schade kan nemen. You got a heart container! Yay! En jij bent eigenlijk best wel zielig. Ik vind het eigenlijk best wel zielig. Word je nog wakker? Je hebt je oog nog open. Je hebt je oog nog open. Lig je gewoon hier te slapen? Lig je gewoon hier te... Lig je gewoon... Ik denk dat jij gewoon hier ligt te slapen. Dus wat rusten. Ik ga er weer van tussen. Doei. Ik heb zijn hart gestolen. Met mijn vriendelijkheid. Oké, sorry. Goed. Nou, we hebben dus zeg maar monsters gekild. We hebben er een paar laten leven. Wel lekker belangrijk. Maar we hebben in ieder geval King Dodongo gekild. Dus laten we nou maar hopen tot die Darunia dan eindelijk maar een beetje tevreden is. Dus, huh? Wow, jeez, dude. Oh, hij smilt. Hij is blij. Oh, ben je nou een gorilla? Auw! Auw! It's me, Darunia. Well done. Thanks to you, we can once again eat the delicious rocks from the Dodongo's cavern. Until our stomach burst. Ja, daardoor hoef je mij nog niet een gigantische koppijn te geven. What a wild adventure. It will make an incredible story. I can't believe that the Dodongo suddenly appeared in such great numbers. And that big rock blocking the cave. Je hebt hier bombflowers. Je had het zelf kunnen doen. All this trouble must have been caused by that Gerudo thief Ganondorf. Waarom? Je bent een sworn brother bij de king. Waarom ben je niet bij de koning gekomen? Hé, hey, die gast die daar zo lekker bij jouw kasteel rond aan het huppelen is. Die heeft ons aangevallen. Wat denk je wel niet meer mee? Waarom? Nou ja, He said, give me the spiritual stone. Only then I will open the cave for you.
Because I think actually he sounds like Batman, but he doesn't sound like Batman at all. He actually sounds like, hey, can you please give me the spiritual stone, otherwise you will starve and... No, that's actually not how he sounds. You will actually figure it out when he speaks for yourself. You, on the other hand, risked your life for us. Well, yeah, I got the stuff nodig and you gave it me. Kid? Yeah? I like you. Hey, pass erop. Pass erop. Ik ben een kind. How about you and I become sworn brothers? Okay. No, there's no big ceremony involved. Just take this as a token of our friendship. De bracelet? Oh nee, die spiritual stone die wil ik nog hebben. Mag ik hem nu? Wow, kunnen jullie hem gewoon summen of zo? Het lijkt wel alsof dat je een spirit bomb gaat maken of zo. Ik heb te veel Dragon Ball Z gekeken de laatste tijd. Ha, me, ha. Oh, wacht even. Het is een steen, het is geen aanval of zo. Oh, we maken allebei gewoon een spiritbom, wat leuk! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Je hebt een Goron's Ruby! Dat is de spiritual stone dat we nodig hebben, yay! Ja, we weten absoluut niet wat ik bedoel met de Sworn Brother, maar wat maakt het uit? Serieus, whatever you got, but you have collected two. We hebben er nog maar eentje te gaan. Brother, you'll keep brushing up your skills as you travel, won't you? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, serieus. You should go to see this the... Sorry, een beetje een kinderachtige grap. You should go and see the cave fairy on top of that mountain. En waarom ook niet? She will power you up. Hey everybody, let's see off our brother! Ik ga me zorgen maken. You did great! How about a big Goron hug, brother? Nee, bedankt! Ik naar je rijd. Het was hartstikke gezellig. Ik vlieg er weer vandoor. Tot ziens. En we gaan hier naar boven toe. En ik zie jullie wel nooit meer. Doei! En met dat ga ik ook eventjes vriendelijker natuurlijk tegen jullie zeggen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leukste momentje? Laat het zeker weten in de reacties. Als je de tijd hebt, ik lees ze allemaal. Probeer ze allemaal ook. Zeg maar, op sommige kan ik ook nog op antwoorden zelfs als ik daar de tijd voor heb. Dus dat is als ik dat... maar ik lees alles. Ik lees alles en ik stel het zeker op prijs. Alle reacties. Echt heel erg bedankt daarvoor. Dus heb je een leukste momentje? Laat het zeker weten. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En dat betekent ook heel erg veel voor me. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Ik hoop dat morgen de aflevering iets eerder komt. Sorry dat deze wat later is geüpload. Maar ik denk dat het morgen wel eerder komt. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Ik zie jullie morgen. Dan gaan we even wat sidequests doen. Want we kunnen nou de boel bombarderen. Dus tot dan. Doei!